Hi, ik ben Svetlana. Ik vind het erg leuk, die haar. Nou, ik heb dus de brandnetelthee heb ik klaargezet. En nou, dan gaan we dus straks gaan we dus biologische groenten verbouwen. Hallootjes. Nou, vandaag wordt als het goed is een good and very good hair day. Maar waarom? Laat ik even bij het begin beginnen. Een tijdje geleden las ik een artikel over de do's en don'ts voor vrouwen na hun 40ste. En wat las ik daar? Dat je dus dat een absolute don't was dat je na je 40ste nog lang haar hebt. Wat? Belachelijk. Ik vond het belachelijk. Waar slaat het nou op? Ik ken legio vrouwen van boven de 40 met lang haar die prachtig zijn. Ik bedoel, denk Linda de Mol, denk Wendy van Dijk, denk Frankie de Bot. Denk Chimène van Oosterhout en daar zijn er een paar van al zelfs boven de 50. Dus ik vind het klinkklare onzin. En het belangrijkste argument was dat mensen dan van achteren zouden kunnen denken dat je veel jonger bent dan van voren. En denk ik, ja, zo. Wat is het probleem? Want, ja, dan, ja, stond er dan... Vooral mannen zouden dan zich helemaal rot schrikken als je je omdraait. Dan denk ik, nou dan schrik jij toch even lekker. Heb je toch helemaal geen boodschap aan. Ik ben blij dat ik dan tenminste nog van achteren lekker wijf ben. Ja, laten we wel wezen. Dus ik vind het echt idioot. Ik zat me zo voor te stellen, nou what's the worst case scenario? Ik loop over straat, tja, 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 tja. En er fietst een gast van pak een beet 25. Die fietst achter mij langs, of die loopt achter mij, mag ook. En die denkt, zo, dat zou nog wel eens een lekker wijf kunnen wezen. Die ziet die blonde manen en die denkt, nou. En dan draai ik me om en denk die, oeps, dat zou mijn moeder wel kunnen wezen. En denk, ja, wat is er nou zo erg? En ja, hij schrikt, maar ik schrik ook zo vaak, weet je. Dan komt hij wel weer overheen en hij is 25, hij kan wel wat hebben. En ik was sowieso niet van plan om deze jongen van 25... te versieren, want ik heb al een man en ook als ik geen man zou hebben, zou misschien een jongen van 25 ook niet per se zijn waar ik dan op zou gaan jagen. Ja, ook ik heb een ondergrens. Dus nee, dus ik denk, what's the fucking problem? Ja, en dan moet ik zeker ook mijn heupen laten groeien, want stel je voor, hè, als je nou slank, hele slank kontje hebt, niet dat ik nou zo'n slank kontje heb, best wel billen, maar he, er zijn vrouwen van mijn leeftijd met hele smalle, slanke kontjes. Die moeten dan ook een zadeltassen laten groeien. Want stel je voor dat iemand van achter zou kunnen denken dat ze jonger zijn dan van voren. Volslagen onzin. Moet je zeker ook alles laten hangen. En nou ja, dus kortom, ik vond het een heel stom artikel. Krijgen we lamme arm, dus ik wist al even. Ik vond het een stom artikel en ik werd er heel recalcitrant van. Dus ik had besloten, ik ga nu mijn haar demonstratief laten groeien. Ondanks dat iedereen altijd zegt van, god, staat je zo leuk, dat korte haar. Ik ga het laten groeien, want ik wil ook, misschien is het toch ook wel een halve midlife crisis, noem het wat je wil, protestactie. Ik wil ook gewoon nog één keer dat lekkere wijf zijn. En dat prototypere lekkere wijf heeft gewoon lang haar. En dan denken ze maar van achteren dat ik jonger ben dan van voor. Dan denken ze tenminste nog van achteren. Beter dan helemaal niet. Dus dat. Maar nou heb ik, zoals je wellicht al wel eens is opgevallen, fijn haar. En een heel lief woord voor fluthaar. Dus ik heb heel dun haar. En dat betekent dat lang laten groeien, A, duurt het eindeloos lang. Tegen de tijd dat het lang is, ben ik 60. En als überhaupt, want het is eigenlijk te dun. Dus daar heb ik een beetje hulp bij nodig. Dus wie anders moest ik gaan benaderen dan de queen of the hairpieces van Nederland, Jennifer Hoeve. En dat wist ik omdat ik haar toevallig eens een keertje heb mogen interviewen voor een programma wat ik destijds presenteerde. Dus ik heb haar gebeld en gevraagd van en uitgelegd natuurlijk, dat hele verhaal. Nou, vond ze ook belachelijk. Ze heeft ook prachtig lang haar en is ook al boven de 40. Dus zij had ook zoiets van, nou, belachelijk, daar gaan we wat aan doen. Dus wij gaan nu samen deze vlog maken. Dus ik ga vandaag naar haar toe. Ik ben al bij haar geweest.
Want er is van alles voor nodig, hè, voordat je zo'n haarstuk, want dat wordt helemaal op maat gemaakt. Nou, weet je wat, ik neem je heel even mee down memory lane, 8 weken geleden. Jennifer, ik zie jou heel druk in de weer met een folie. Wat ga je doen? Ik ga nu eerst een malletje maken. Het is eigenlijk een soort afdruk van jouw schedel. Aha. En dan kan ik heel goed intekenen over hoe jouw haar loopt, hoe de richtingen lopen. En zo laten we dan je haarstuk ook inknopen, dat hij eigenlijk meteen mooi meevalt met hoe jouw eigen haar ook loopt. Oké. Okay. Het staat nog enig zo, zeg. Ja, het wordt eerst een soort regenkapje. Het wordt eerst minder leuk en daarna wordt het leuker, geloof mij. Oh gosh. Oh mijn god, mensen, kijk die nou. Zo zie ik uit als ik kaal ben. Ga ik deze overnemen? Moet jij wel even deze? Moet ik misschien niet overwegen. Het wordt geen Sinead O'Connor voor mij, hè? Ik geloof niet dat ik het kan hebben. Dus dat ugly kapje, daar moet je even doorheen, weet je wel. Maar nu, vandaag, is het haarstuk dus klaar. Dus ik ga nu naar haar toe om het resultaat te zien. Ik ben echt heel benieuwd of dit nog kan met mij. Of ik dit nog kan hebben. Dus nou, we gaan. Nou, ik ben aangekomen in Oostzaan bij Jennifer Hoeven. Hoe is het? Goed. Ja. Ik ben nu volgens mij het haarstuk aan het halen, want we moeten even kijken of de kleur helemaal goed is. Dus ik ben heel benieuwd of ik nou straks ook de cavia, waar Mark Marie noemde het altijd zijn cavia, wat voor cavia ik straks op mijn hoofd heb. En hoe het voelt, weet je, als het echt voelt als een soort pruik of zo. We gaan het meemaken. Ik ga je wel even een beetje neuzen, nu ze er niet is. Hallo mevrouw. Hallo. Wat ziet u er goed uit? Wat een goed haar heeft u, mevrouw. Mooi groen is ook niet lelijk. Kijk. Dit is ook wel een interessante kleur. Zeg maar de ultieme uitgroei. Vroeger vond je dat vreselijk. Dan had je er alles voor over om dit niet te hebben. En nu is dat gewoon in. Het is mode, hè? Dit. Nou, zie je het al bij mij zo? Wacht even. Nou, dit is... Nou, kan het hebben, vind je niet? Sorry, moedjes op Eastwick. Nou, dit is het atelier. Hier wordt het echte werk gedaan, hè? Kijk, wat ben jij nou aan het doen? Ik ben haartje voor haartje aan het knopen. Oh, en dat is echt een pruik die je nu aan het maken bent of ja. Zo? Ja. Oké. Okay. Dan ga je haartje voor haartje moet je daar doen. Knopen. En dat is dan echt voor mensen die geen haar meer hebben? Ja. Door bijvoorbeeld bestraling of ziekte of zo, hè? Want dat doen jullie ook heel veel, toch? Ja, dus meestal met chemo's of alopecia, dat ze een lees nodig hebben. En dan soms, omdat ze hem dan dagelijks echt intensief gebruiken, heb je van die plekjes en die kunnen we dan hier gewoon bij knopen. Oh ja, want in principe worden ze in Indonesië gemaakt, die pruikjes, hè? Ja, zeker. Maar hier herstel je ze dus, maak je ze weer netjes. Ja. Oh, wat goed. Nou zie ik hier allemaal haarstukken hangen. Zijn dat dan allemaal haarstukken die mensen besteld hebben? Nee, dit is onze voorraad. Maar we hebben ook een voorraad van de confectielees. Nou, we gaan ze heel erg hard, dus hebben we nu eigenlijk alleen nog maar doenkunst voorraad. Oké, okay, maar wat is dat dan? Leg eens uit. Wat is het verschil? Nou, maatwerk wordt echt op jouw hoofd gemaakt. Ja, dat is wat ik krijg. Ja, dat is wat jij krijgt. Dus dan zit echt jouw eigen scheiding erin. En hoe jouw eigen haar groeit. Dat zit er helemaal in verwerkt. Ja. Bij een confectie is het natuurlijk gewoon ingeknoopt. Dus niet... Wacht even. Dus het is even voor de duidelijkheid. Het is een beetje hetzelfde als bij de mode. Je hebt couture en confectie. Ja. En ik krijg een soort couture haarstuk. Helemaal op mijn hoofd gemaakt. Met mijn haar groei, et cetera. Maar je hebt dus ook confectie, one size fits all, ja. Voor iedereen die met een, want dat is natuurlijk best een kostbaar iets, zo'n haarstuk. Zeker weten.
Dan is dit wat goedkoper. Ja, ik draag die van mij dagelijks, echt elke dag. En die heb ik nu een jaar. Heb jij er ook één in? Ja. Kijk, ze heeft er hartstikke in. Je ziet er helemaal niks van, laat even zien. Kijk, hoe lachen. En hoe lang is jouw eigen haar dan? Mijn eigen haar is dit. Oh, is ook al wel lang. Ja, maar wel dit, fijn. Ja. Echt een beetje, ja, wat ze fijn noemen, hè? Ja. Ja. Oké, ik snap hem. Ik heb hetzelfde wat jij hebt. Cool. Ook. Misschien kan ik eens kijken hoe ik eruit zie met donker haar of met krulhaar. Dus ik durf bijna niet te vragen, maar donker haar. exotische versie van mij. Nou, ik vind het eigenlijk niet eens zo slecht. Hi, ik ben Svetlana. Ik vind het erg leuk, die haren. Ik hou van macramé. Nou, ik heb dus de brandnetel thee heb ik bijgezet. Katja Schuurman wannabe lookalike. Ja, daar komt hij aan hoor. Nou. Oh, is dat hem? There's your hair. Oh, wow. Je wilde lang. Bizar, ja zeker. Nee, mooi hoor. Lang. Ja, we gaan hem natuurlijk straks nog wel een beetje knippen. Dat moet natuurlijk. Dat is je V'tje. Oh, kijk. Het is gewoon een soort half pruikje helemaal. Oh, ik ben echt heel benieuwd. Het is echt heel lang. Ik weet niet of ik ermee over straat durf. Het is meteen zo'n overgang. Iedereen ziet gelijk wat hebben zij op de hoofd. Ja, maar we gaan hem in laag zetten. Ja, natuurlijk precies. En zo. Dat wordt helemaal mooi. Ja, maar hij is gewoon, qua kleur is hij gewoon perfect. Is hij gewoon helemaal goed. Ja, dus daar hoeven we niks aan te doen. Nu ben ik nog een beetje een soort van, wat zullen we noemen? Hoe heette ze ook alweer uit die... Rapunzel. Ja, Rapunzel. Ik ben ook een beetje de kleine zeemermin, hè? Diep in de zee, diep in de zee. Je lijkt hier een heel jeugdig meisje. Ja. Ook van de voorkant? Ook van de voorkant? Of alleen van de achterkant? Nee, het is niet achterprachtig en voor 80 echt niet. Oh, dat is hem. Van achter lyceum, van voor een museum. Dat schreef ze in het artikel. Dat we vooral die mannen niet moesten laten schrikken. Die je dan van achter denken, oeh, lekker wijf. En dan draai je om. En dan... Maar nee, ik ben dus wij zijn van achterprachtig, van voren prachtig. Wij zijn van voren toch ook nog leuk. Lachen. Alleen, ik weet niet of ik zo dat schoolplein op durf. Nee, dat snap ik. Ik ga hem wel even mooi. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Van hoeveel vrouwen heb ik nu haar op mijn hoofd eigenlijk? Nou, ik denk toch wel van 2 à 3 vrouwen. Echt waar? Ja. Maar als ik nu een moord zou plegen, zeg maar... En ze zouden op de plaats delict wat haar vinden. Dat heb ik mij nou ook altijd afgevraagd. En dan komt een DNA-onderzoek. Ja. Dan ben ik clean. Ja. Of ze vinden gewoon van 5 verschillende vrouwen haar. Ja. En dan denken ze, nou... Dat is zoiets. Het is door 5 vrouwen gedaan. Ik zit daar ook altijd over na te denken. Hoe doen ze dat dan? Zou een goede plot zijn, toch? Voor zo'n crimiserie. Ja. Kan er wel zo? Ja. Kijk mensen, nog even de finishing touch. En dan Barbie, eat your heart out. Waar is Ken? Het is toch leuk? Het is toch gewoon leuk omdat af en toe... Je kan natuurlijk switchen van lang naar kort. Dit is gewoon net een pet, maar dan anders. Hè, waar mensen een hoed dragen, kun je ook zeggen ik draag een haarstuk. Het is toch tegenwoordig ook helemaal niet meer zo taboe. Dus als je dan een keer zin hebt in een andere look, dan doe je gewoon je toe-petje op. Dan moet je gaan kijken, het is toch geweldig? Hey Jennifer, nou ja, ik zit hier nu helemaal leuk knap te wezen met mijn wilderige bos haar. En dus je hebt heel veel klanten zoals ik, hè, die natuurlijk gewoon leuk vinden om eens een keer wat anders te hebben of te variëren. Of die zeggen van nou, ter aanvulling van mijn eigen haar is wat dun. Maar je hebt ook een heleboel ander type klanten, hè? Ja, waar ik natuurlijk een beetje bekend om sta, is natuurlijk de leuke BN'ers en de mooie vrouwen die allemaal leuk haar hebben en het nog mooier willen hebben. Maar eigenlijk is 80% van mijn klanten, die zie eigenlijk een medische klant. Dat zijn mensen die een haaruitvalprobleem hebben, een alopecia vorm, mensen met chemo's. Wat ik ook wel heel interessant vind om met jou even over te hebben, want je hebt ook een hele mooie stichting. Wij hebben sinds kort een stichting hebben we in het leven geroepen, omdat het natuurlijk mijn hart breekt als mensen hier komen die het echt heel erg nodig hebben.
maar die het financieel niet kunnen bolwerken. Ja. En ik geef eens in de 2 maanden, eens in de 3 maanden geef ik al een haarstuk weg, hè, op Facebook. Hè, gewoon, dat doe je sowieso. Ja, dat doe ik sowieso, maar dat is lang niet genoeg natuurlijk. En ja, we zijn natuurlijk toch helaas nu inmiddels een best groot bedrijf met een hoop personeel en een hoop onkosten. Dus ik kan niet aan de gang blijven. Nee. Dus ik heb daar een stichting voor in het leven geroepen. Van elk verkochte haarwerk van wat ik hier verkoop, gaat daar een gedeelte van in de stichting. En op het moment dat er weer een het zakje weer een beetje gevuld is, kunnen wij er weer eentje weggeven. Ja, wat goed zeg. Ja. Wat ontzettend leuk dat je dat doet. Want ik kan me inderdaad voorstellen, ja... Ze zeggen niet voor niks als je haar maar goed zit. Dus als je dan je haar ineens verliest door bestraling of inderdaad een of andere ziekte of zo, dat is natuurlijk heel heftig, zeker voor vrouwen. Ik denk voor vrouwen misschien nog wel heftiger dan voor mannen. En mannen zijn we ook wel gewend, mannen met kale koppen en zo. En een vrouw met een kale kop, dan denk je toch ofwel in positieve zin aan Sinead O'Connor, maar in negatieve zin denk je aan de concentratiekampen of inderdaad enge ziektes. Dus dat zijn niet van die hele fijne associaties. Nee, er zit een enorme belading op. Ja, dus ik vind dat wel heel mooi dat je dat doet. Want het lijkt me inderdaad vreselijk als je dat hebt en je kan niet een fatsoenlijk haarstuk veroorloven. Want je ziet ook wel eens mensen waar je de pruik ook echt zo ziet zitten. En dat je denkt, bah, hoe fijn zou het nou zijn als diegene dan... Het is niet zozeer dat ze alleen maar voor de buitenkant iets willen. Het hele leventje zit eromheen. Het zijn gewoon jonge moeders die dan op het schoolplein moeten staan. Waarvan alle kinderen weten van, oh, jouw moeder heeft... Oh ja. Hè? Dus zo'n kind wordt er... Het zijn heel veel dingen eromheen. Het is meteen zo bepalend. Ja. Dat je het meteen al kan zien aan iemand. Ja, het is emotioneel ook gewoon. Weet je? Ze willen de deur niet meer uit. En het is natuurlijk fantastisch dat het dus tegenwoordig haarstukken zijn zoals jij ze maakt. Hè? Of pruiken. Die zo natuurlijk zijn en zo mooi dat je het eigenlijk gewoon echt niet ziet. Nee. En dat is natuurlijk dan een fantastische oplossing. En wat geweldig dat jij ervoor zorgt dat dat ook voor iedereen weggelegd is. Ja, dat is natuurlijk mijn insteek geweest. En dan moet je even zeggen hoe de stichting precies heet? Charity. Dus het is een S en dan Hairity. Oké. En kunnen mensen doneren? Als mensen nou een donatie willen doen, waar moeten ze dan naartoe? Dan kunnen ze naar onze site en dan kan je daarop klikken en dan kan je doneren. En de site is? www.jennevroeven.nl. Gewoon naar jennevroeven.nl. Ja. Op die site zie je dan Charity staan. Ja. En als je daarop klikt, dan is er een mogelijkheid om te doneren. Ja. Nou, top. Helemaal top. Ik zou zeggen, doen. Nou, Jennifer, ik heb even mijn enorme bos weer uitgedaan. Het is net een hoedje, zeg ik maar. Ik heb mijn hoed even afgedaan, want ik moet het schoolplein op. En ik durf nu nog niet meteen met zo'n enorm... Het is misschien wel suffer, maar ik moet even wennen. Ik moet even zelf een beetje wennen en thuis mee rond gaan lopen en zo. Voordat ik dat schoolplein al op durf met mijn haarbos... Doe ik het eerst met een soort joggingbroek met grimpies. Weet je, anders ben ik helemaal zo'n tuttelutut aan. En denk ik, heb je haar weer, weet je wel. Zij wil weer opvallen. Dus dat durf ik nog even niet. Dus ik ga nu mijn kinderen gewoon met mijn fluthaar ophalen. Maar ik ben onwijs blij ermee. Ik vind het echt super gaaf. Ja, het is ook wel fantastisch. En ik wil eigenlijk ook nog een leuk haarstukje voor de kortere versie ooit. Gaan we erin. Zodat ik die gewoon echt soort bijna in feite... Dagelijks. Of met werk. Weet je, hoe handig is dat? Dat je haar niet hoeft te stylen. Dat lijkt en we hebben super. Een primeur. Er komt binnenkort een nieuwe staart aan. En die kan je zo heel makkelijk zo klemmen in je fluthaartjes. Ah. Zoals jij dat zegt. Oh, wat cool. Ja, een staartje. Oh, dat is ook nog super makkelijk. Ja, kijk, klik je daar gewoon in. Dit is dit voor een flutje wat ik hier nu heb. Dat is natuurlijk niet zo indrukwekkend. Dus daar ga je helemaal te gek. Ja. Ik neem mijn haar mee. Mijn haar zit gewoon, dat moet je even zien. Hier, in dit kleine doosje. Hier zit het dus in. Hoe makkelijk is dat? Hartstikke idee. Even wennen, hè. Als je zo kort haar hebt gehad jarenlang. Dat je ineens zo'n lang haar hebt. Normaal groeit zoiets geleidelijk aan. En dat is net als een kind geadopteerd hebt, maar dan anders. Normaal ben je 9 maanden zwanger. En dan, heb je er ineens één, weet je wel. En dan heb je er ineens één voor 5 of zo. Nou, zo voelt het een beetje voor mij nu. Tenminste, dat is de onzin. Maar zoiets. Beetje gekke vergelijking. Maar goed. Het enige is natuurlijk wel wat je kinderen af en toe vervelend vinden. Oh, wat dan? Nee, ik heb natuurlijk een zoon van 16. En die wil natuurlijk niet dat het te veel naar zijn moeder gekeken wordt. Oh, echt? Wordt hij dan jaloers? Nou, die vindt dat heel vervelend. Oh, echt? Maar later is hij er trots op. Ik denk dat hij later dan... Nu vindt hij dat irritant.
Misschien ook omdat er vriendjes zoiets hebben van, oh, die heeft een knappe moeder. Vindt hij dat gênant? Maar ik durf te wedden later dat als hij een jaar in de 30 is of zo, die dan op terugkijkt, dat hij heel trots is dat zijn moeder nog zo goed in de markt lag. Ja, dat denk ik. Laten we dat doen. Ik zeg voor nu ook doeg, tot volgende. Ik hoop dat je de leuke vlog vond. Zo ja, geef me even een duimpje omhoog. En blijf kijken.